En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Een hele goede morgen. Mag ik eens vragen, Pasen, wat betekent dat nou eigenlijk? Pasen betekent voor mij de wederopstanding van Jezus Christus. Ik heb gisteren naar de Passion gekeken. Nou, dan weet iedereen dat Jezus aan het kruis genageld wordt eigenlijk. En Pasen is voor mij dan de wederopstanding van Jezus Christus. Ja. Heeft u ook enig idee waarom we daar eieren bij eten? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Of waarom de paashaas daar ook bij rondhuppelt, meestal met een mand vol eieren. Ja, misschien ook vanwege het voorjaar, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat dan, ja. Maar waarom er eieren worden gegeten, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Want haalt u speciaal eieren in huis voor met Pasen? Ja, ik haal ze wel in huis. Vroeger met de kinderen deden ze altijd kleuren en zo, dus nu is het meer wat gewoner eigenlijk. Hè. Dan besteed je niet zo heel veel aandacht meer aan, maar ja. Ik doe het wel, ja. Verstopt u ze ook nog? Nee. Nee, dat doen we niet meer. Mijn kinderen zijn zo groot en voor mijn man ga ik ze niet verstoppen. De lente. En ook enig idee waarom daar eieren bij gegeten worden? Omdat het weer te veel kippen zijn, denk ik. En dan moeten de eieren kwijt, hè? En je moet de eieren kwijt en ja. Maar ja, Pasen is... van oorsprong een christelijk feest, heb ik begrepen. En enig idee wat er dan gevierd zou worden, wat het met Christus te maken heeft? Ja, dat Christus ten hemel opstijgt, heb ik begrepen. Maar... En zou die toen een paar eieren mee hebben genomen of zo? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik dacht dat het... Ik weet het ook niet meer. Ja, hemelvaart weet ik dan wel. Dus, ja, maar wat gebeurt er met hemelvaart? Ja, dan ging je werd er opzeggen naar de hemel, zeg maar, van Christus. En Pasen was dan, ik dacht, de bevrijding, zeg maar, van het geheel. En heeft u ook enig idee waarom mensen daar nou eieren bij eten? Helemaal niet. Specifiek paas voor te wezen. Eieren kun je altijd... Of waarom de paashaas, wat heeft die eigenlijk met Pasen te maken? Ik vind het ook vreemd. Eieren zou je denken, ja, dat is nieuw leven, maar het is net tegenovergesteld, dan worden ze opgegeten. Dus, ja. dat klopt niet helemaal. Ja, dat is toch... U haalt wel speciaal eieren in huis met Pasen? Nee. Dus ik hoef ook niet te vragen of u ze verstopt? Nee, eigenlijk nee, niet. Nee, die moeite nemen we niet. Die tijd hebben we gehad toen de kinderen klein waren. Maar nou, nee. Nee, dat is niet meer, nee. We nemen gewoon een eitje wanneer we er zin in hebben. Hè? Ja, want de veel is ook weer niet goed. Dus, maar zegt het u iets, de herrijzenis van Christus, toen Jezus stierf en toen uit het graf weer opstond? Dat heeft met Pasen te maken? Ja. De verrijzenis van Christus was dat. Dus u zat wel in de richting, hè? Ja, aardig. Ik weet er helemaal niks meer van. Ja, dat zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen dat is een goede vraag. Dat is een tijd geleden, dat ik daar echt heel bewust mee aan de gang ben geweest. Maar het verrijzende sfeer van Jezus. Het overlijden, het kruisigen. Wat je ook gisteren zag bij de Passion, het hele feest daar van de Leidersweg. Doet u er zelf ook nog wat aan de paasdagen? Ja, ik doe er wel wat aan, maar niet praktiserend meer. Nee. Dus wat wij doen, dat is traditioneel, doen wij nog vanuit huis uit, zoals wij gewend waren bij mijn opa. Bij elkaar komen met mijn zoon, schoondochter. We doen gezamenlijk een avondmaal. Dat is echt nog wat vroeger was. Je ging pas eten naar de kerk. Wij gaan dus ook laat eten, een broodmaaltijd. Daar hoort wel bij ons traditioneel versworst en jus en dat bij. Dat soort dingetjes doen we nog wel. Ja. Nu we het toch over eten hebben. Enig idee wat de eieren met Pasen te maken hebben?
Helemaal niet. Want zelfs daar doen we niet aan. Mijn vrouw had vandaag toevallig eieren gehaald, gekleurde, om als sier op tafel te zetten. Voor de rest doen we daar niets aan. Ja, paas is natuurlijk officieel het verhaal van Jezus die aan het kruis genaagd is en weer opgestaan is. Ja. En heeft u ook enig idee wat de eieren daar nu mee te maken hebben? Nee. Nee. Of überhaupt de paashaas? Nee, ook niet. Nee. Ik denk dat er meer een kinderfeest van gemaakt is op een of andere manier. Maar dat dat voor mijn gevoel niet te maken heeft met het paasverhaal op zich. Gaat u zelf nog iets doen met iets speciaals met de paasdagen? Of gaat u ook naar de kerk of iets dergelijks? Niet meer, maar brunchen met de kinderen. Ja, gewoon gezellig thuis. Wat was het nou? Jezus staat op uit de dood? Heel goed. Ja, inderdaad. En betekent het toch ook iets voor je? Ga je er iets nog speciaals mee doen of zo? Nee, vroeger wij wel. Ja, vroeger wel. Maar nu niet meer. Nee, wij zijn altijd gewoon met familie samen en zo. En wat ga je dan doen met de familie? Ja, meestal ontbijten of lunchen of zo. Is dat voor jou hetzelfde? Ja. Want je had het goed, hè? De herrijzenis van Jezus, opstaan uit de dood. Maar dan vraag ik me ook wel eens af, wat heeft dat eieren eten er nou eigenlijk mee te maken? Ja, ik heb volgens mij een keer ergens gehoord dat het iets met de vruchtbaarheid heeft te maken, ook met de lente en zo. Maar voor de rest zou ik echt niet weten. Heb jij enig idee? Nee. Hey, wat klopt wat je zegt? Want bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat, de paashaas, verrijzenis van Jezus. Wat heeft het ermee te maken? Maar inderdaad, dat heeft met de vruchtbaarheid, het begin van de lente. Dus we hebben dat een beetje samengeraapt, zo'n christelijk feest. En vruchtbaarheid, een nieuw begin. Dus dat komt erbij kijken. Ga jij nog iets speciaals doen met de Pasen? Zijn zusjes. Zijn zusjes. Dus ik neem aan dat je ook met de familie bent. Gezellig. Pasen is dat je met het Pasen eieren gaat zoeken. Chocolade eieren. En dan kan je met z'n allen een heel goed feest houden. Inderdaad. En heb je ze wel eens gevonden, ook de eieren? Ja, bij de school. Oké. Bij het kleine bosje. Okay. En had jij ook de meeste? Nee, ik kon niet zo heel goed zoeken. Oké, maar je had er wel een paar, hè? Toch wel? Ja. Pasen is voor het feest, omdat mensen in de paashaas geloven. Mm-hmm. En dan hebben ze heel goed paasvuur en dan vieren ze Pasen. Oké. Nou, jullie weten er wel veel van. Zal ik eens aan papa vragen of hij het ook weet? Ja. Papa, Pasen, wat is Pasen? Ja, Pasen, wat was het ook alweer? Dat was volgens mij dat... Was het niet dat Jezus aan het kruis ging? En voor Palmpaas had je ervoor en dan met Pasen werd hij gekruisigd, dacht ik. En wat gebeurde er na de kruisiging? Nou, dood en dan stond hij op uit zijn dood. Hey. Je hebt hem helemaal goed. Daar staan de paasdagen voor. Ja, perfect, man. Omdat de vrienden kwamen eraan en toen opeens wouden ze de steen eraf leggen. Ja. Maar toen opeens was de steen weg. En toen dachten ze dat ze weer op levend kwamen. Zo. Ja, en de bewakers die vielen in slaap. Ja. En toen was hij al weg, hè? Mm-hmm. Ja. Dus inderdaad, die jongens die hebben gelijk. De herrijzenis van Jezus Christus. En we hebben het net even over paaseieren en dergelijke gehad. Wat hebben die paaseieren er nou mee te maken met de herrijzenis van Jezus? Nou, dat weet ik niet, maar er komen kuikentjes uit. Dus ik denk dat is weer nieuw leven. Exact, daar staat het voor. Zeg, mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Jullie waren goed, hoor. Ja. Graag gedaan. Ja. En hele prettige dagen nog. Fijne dagen.